Zwart, ben je blij dat je weer terug bent? Ik ben zeker blij, ja. Ik bedoel, fantastische club om bij te spelen, denk ik. Ja, ik heb een verleden hier en ik ben zeker blij dat ik terug ben. Ja. Kwam het voor jou toch nog een beetje onverwacht afgelopen zomer? Nou ja, eigenlijk was het wel een bewuste keuze, uiteindelijk, van mezelf. Ik heb eigenlijk wel wat aanbiedingen gehad, maar goed, ik heb het uiteindelijk zelf afgehouden. En eigenlijk deze keuze bewust gemaakt, ook vanwege privéomstandigheden. En achteraf ben ik eigenlijk blij dat ik die keuze gemaakt heb. Ja, want bijvoorbeeld Excelsior is ook nog een keeper, dat soort clubs. Dat had toch prima bij jou gepast? Ja, goed, ja, dat is nu achteraf. Ik bedoel, we zijn nu 6 weken in de voorbereiding hier. Oh. En dan komen dit soort berichten nu pas naar buiten. Dus ja, goed, dat was 6 weken geleden nog niet aan de orde. Maar in die rangorde clubs, dat had jij prima gevonden in juni bijvoorbeeld? Ja, goed, dat waren wel clubs waar ik naar op zoek was, als ik het zo moest zeggen. Maar goed, ja, het moet ook wel financieel allemaal goed zijn en lukken natuurlijk. En dat was op dat moment niet zo. Dan heb jij jezelf aangemeld of hoe gaat het dan bij Quick Boys? Nou goed, ik heb wel vaker gesprekken gehad met de trainer en ik heb hier een verleden en ze weten wat ik kan en wat ik doe. Dan heb je gesprekken ook. Als er geen club komt, dan willen we je graag terug hebben. Ja, goed, en ik ben blij dat Quick Boys daar ook voor open stond. Ja. Ben je fit? Ik ben topfit, dus ik ben eigenlijk bij Den Haag heb ik goed afgesloten. Ik heb lekker genoten van vakantie en ik ben eigenlijk fit hier aan de voorbereiding begonnen. Is er al bekend wie de eerste keeper wordt? Dan moet je aan de trainer vragen. Nog niet bekend dus? Jawel, het is wel bekend. Er mag nog niks over gezegd worden. Nou goed, ik weet niet of er al wat over gezegd moet worden, maar dan moet je dat aan de trainer vragen. Succes dit seizoen. Dankjewel.